Good morning! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga nu even met mama naar de Action. Mama had wat dingen nodig en ik dacht ik ga mee, want ik heb geen zin om thuis te zitten. Dus dat ga ik nu lekker doen met mama. Kijk even hoe leuk trouwens. Ik heb gisteren een Polaroid muurtje gemaakt. Ik wil er natuurlijk nog veel meer bij. En ik heb ook heel veel Polaroids, en die zijn allemaal heel oud. Dus dat wil ik eigenlijk niet ophangen. Dit vind ik leuk. Dus dat wordt nog wel uitgebreid. Helemaal leuk. Mama en ik gaan nu lekker naar het strand. Want ja, het is mooi weer. Ja, dan ga je natuurlijk niet binnen blijven of in de tuin zitten. Nee, dan ga je gewoon gebruik maken van de situatie en naar het strand. Dus dat gaan we doen. Ik laat de camera thuis, want ik ben te bang dat er zand in komt. Weet ik het wat. Maar I'm really excited. Voor de mensen die het willen weten, trouwens, dit is een badpak. Ik weet alleen niet waar die vandaan komt, want ik heb hem een keertje tweedehands gekocht. Geen idee waar die vandaan komt, maar ik vind hem echt zo leuk. Ik ben er echt zo blij mee. Ik moet wel altijd een beetje opletten dat mijn titel er niet uitvallen, maar hij is wel echt heel erg leuk. Dus yes. Ik heb dus vandaag bij de Action iets heel erg leuks gekocht. Ik zal het heel even aan jullie laten zien. Zoals jullie weten heb ik hier dit wandrek. Die heb ik ooit van de Blokker. Die is er nu al niet meer. Maar vandaag was ik bij de Action en toen zag ik deze. En deze is eigenlijk exact hetzelfde als die. Alleen heeft deze hout aan de zijkant. Dus ik vond deze zo super leuk. Dus nu ga ik die omwisselen met die. Dus ik zal zo meteen even het eindresultaat laten zien. Nou, hij staat hoor. Hij was een heel klein beetje scheef wel. Maar hij staat. En ik ben er blij mee. Helemaal leuk. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen eindelijk weer eens een keertje een video opnemen. Oh my god, dat is echt zo lang geleden dat ik gewoon een normale video heb opgenomen. Ik wil heel graag meer uploaden. Alleen, het is gewoon heel lastig, want ik heb het gewoon... Ik ben gewoon in mijn hoofd met andere dingen bezig. Ik ben niet zozeer echt druk, maar in mijn hoofd ben ik gewoon echt heel erg met andere dingen bezig. Waardoor ik het gewoon steeds niet kan opbrengen om een video te filmen. En dat vind ik super vervelend, want... Er was gewoon een periode dit jaar dat ik zoveel uploadde. En ik vond dat ook zelf zo ontzettend leuk. En ik weet dat jullie dat heel leuk vonden. Maar het lukt me gewoon nu niet. En dat is echt heel frustrerend in mijn hoofd. Alleen aan de andere kant kan ik er ook heel weinig aan doen, want het lukt gewoon niet. Goed, hebben jullie nou nog leuke ideetjes? Wat willen jullie nou echt nog zien van mij? Laat het zeker even achter in de reacties, want dan kan ik er sowieso even naar kijken. En wie weet word ik dan wel weer heel enthousiast en ga ik weer meer filmen. Maar in ieder geval ga ik zometeen wel een video opnemen, dus dat is leuk. En ja. Hola, ik ben bij mijn vader op kantoor. Het is best wel laat. Het is alweer 9:30 s'avonds. Maar ik heb net eventjes mijn zangles en alles geoefend. En ik heb het niet gefilmd allemaal. Ik heb een stukje met mijn Snapchat gefilmd. Dus misschien kan ik dat nog hier in beeld brengen. Maar ik wilde ook even concentreren en niet de camera erbij pakken. Want ik heb het hier helemaal nog niet zo heel erg met jullie over gehad. Maar ik heb bijna weer auditie. Nu ik dit opneem over een week en een paar dagen... En als jullie dit kijken, dan heb ik zeg maar in deze week heb ik auditie, de tweede ronde. Wat ik echt heel erg spannend vind. Ik heb er ook heel veel zin in, want je moet even beseffen dat we in februari de eerste ronde hadden. En zo lang wachten tot een tweede ronde vond ik echt heel moeilijk. Want op een gegeven moment word ik gewoon zenuwachtig en dan ga ik van alles in mijn hoofd halen van... Oh jee, wat was dit, wat was dit, wat was dit... Bij mij moet het gewoon snel achter elkaar zijn, want dan ben ik er van af en dan kan ik er niet over nadenken. Nu heb ik te veel tijd om na te denken over alle dingen wat er kan gaan gebeuren, of ik wel of niet word aangenomen, wat ik ga doen als ik wel word aangenomen, wat ik ga doen als ik niet word aangenomen. Alles speelt zeg maar in mijn hoofd. Hetgeen met wat ik bedoel als ik wel aangenomen word, met kamers zoeken, dat soort dingen, daar zit je dan al mee in je hoofd, terwijl je weet nog niet eens of je aangenomen bent. Dat soort dingen, dat speelt nu zeg maar al wekenlang allemaal in mijn hoofd en dat is heel erg stressvol wel. Maar goed, ik heb wel heel veel zin in de auditie, want ik ben er ook gewoon klaar voor mijn gevoel. En het moet nu gewoon gebeuren en ik moet er gewoon voor gaan. En ik heb echt vertrouwen in de auditie. Tuurlijk ben ik ook zenuwachtig, want ik bedoel, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik denk al helemaal op de dag zelf dat ik al helemaal zenuwachtig zal zijn. Maar goed, dat hoort erbij. Maar ik ben er wel echt super ready voor. Ik heb wel zoiets van, kom maar op. Ik ben er klaar voor. En ja, dat dus.
Maar goed, bijna dus. En ik weet ook gelukkig bijna of ik ben aangenomen. En dat is echt heel erg fijn. Ik ben heel erg klaar met dat, met die tweestrijd in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik ben gewoon blij als ik het weet. Ik hoop natuurlijk wel op goed nieuws. Want als ik geen goed nieuws krijg, dan ben ik er denk ik wel even flink kapot van. Kan ik je nu al vertellen. Maar goed, we gaan het zien. Maar goed, dat wilde ik jullie even updaten. Want ik krijg er best wel vaak ook de vraag over. Ik heb ook al een paar keer de vraag gehad. Weet je al of je aangenomen bent? Dat soort dingen. Maar nee, dat weet ik dus nog niet. Als jullie dit kijken, weet ik het ook nog niet. Ja, dat is allemaal nog even spannend. Maar ja, eind deze maand weten we of Pamela naar Fontys gaat, ja of nee. Trouwens nog even een kleine update over hoe het met mijn stem gaat en dat ik ziek was en zo. Het hoesten is weg. Nou ja, weg. Af en toe wel hoesje, maar het is niet extreem. De keelpijn is ook weg, gelukkig. Mijn stem is wel een beetje meh. Het kwakkelt een beetje. Ik moet elke keer wel gewoon goed rustig doen. Het is nog niet optimaal, maar ik zorg er goed voor en ik doe rustig aan. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en vandaag is de eerste pre-sale van de tickets van Shawn Mendes voor zijn show. En ik schijt in mijn broek en het is letterlijk over 5 minuten en ik ga dood. En ik hoop echt dat ik goede tickets kan scoren nu, want ik heb nog 2 kansen hierna, maar ik wil gewoon nu. Ik hoop zo dat het lukt. Oh my lord. Ik ben door alle paniek helemaal vergeten te filmen. Maar ik heb kaartjes voor Shawn. En we zitten vak B rij 9. What the fuck? Ah. Ik ben zo blij. Ik ben echt zo blij. Vak B rij 9. Thank you lord. Thank you. Oh, ik ben echt zo blij. I can't. Hola, het is vandaag donderdag. En ik ben vandaag op school op Fontys in Tilburg. Want ik heb vandaag aan mijn monoloog gewerkt met de speldocent. Dus dat is echt heel erg fijn. En ik ben heel moe nu wel. Ik heb net ook even solfège geleerd en geoefend en gedaan. En nu ga ik denk ik gewoon naar beneden en nog even chillen. Ik moet nog 2 uur wachten of zo op Kim. Dus ja, ik blijf hier namelijk 2 nachtjes slapen in Tilburg. Dus dat is wel heel gezellig, maar ik moet gewoon nog even wachten tot Kim klaar is met school. Dus ik ga me nu nog maar even 2 uur proberen te vermaken. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb best wel honger. Dat is echt een probleem. Vorige keer was ik dus hier bij Kim. En toen is dus mijn camera stuk gegaan. Dus ik heb nu een beetje een soort van gevoel van, oh, dit is echt, dat als ik hier ben, dat die camera opeens stuk gaat. Vervloekt. Vervloekt, Ciro. Maar nee, hij doet het nog. Nou, we zijn net naar een closet sale geweest van het derdejaars. Nee, maar het was echt super leuk. Ik heb best wel veel leuke dingen gekocht, maar ik heb eigenlijk niet zo zin om het nu te laten zien. Ja, dit is natuurlijk weer echt een anticlimax. Dit willen jullie natuurlijk hartstikke wel zien. Nou, ik zal even laten zien. Dit is het stapeltje. Deze dingetjes heb ik gekocht. Er zitten 2 polootjes, blousjes, truitje. En dat is allemaal voor bij elkaar €20 of zo. Dus dat is helemaal leuk. Nu gaan we lekker slapen. Slaap lekker. Goedemorgen. Vandaag is het vrijdag en vandaag wordt een drukke lange dag. Ik heb straks eerst zangles. Ik ga zo meteen naar school. Ik ben nog in Tilburg, zoals jullie weten. En dan daarna ga ik heel lang even, nou ja, dan ga ik nog leren en even chillen. En dan vanavond eindexamens kijken en dan morgen weer naar school. Dus ik blijf vandaag de hele dag gewoon op school hangen en dat is een beetje het plan. Dus ik ben nu mijn spullen aan het pakken en dan ga ik straks naar school. Ik zit even te denken of ik mijn camera hier zal laten. Want ik denk eigenlijk dat ik hem niet echt ga gebruiken. Nou, ik neem hem wel mee, denk ik. Ja, oké. Okay. Hallo. Nu denken jullie waarschijnlijk, Pamela, lig je nou gewoon weer in bed? Ja, maar ik heb de hele dag lekker gezond buiten. Ik ben dus weer lekker gezond buiten. Dat is echt raar eigenlijk. Ik ben lekker wezen zonnen buiten, want het is vandaag weer heel mooi weer. Maar ik was er nu klaar mee. Dus nu ben ik aan het chillen in mijn bed. Ik heb een super leuk maar druk weekend gehad. Of tenminste geen weekend, maar van donderdag tot zaterdag, zeg maar. Het was super leuk in Tilburg. Ik heb er echt wel van genoten. Het was erg gezellig. En nu ben ik weer thuis. Dus ik dacht vandaag gewoon een chill dagje. Eigenlijk worden het 3 chill dagen. Want ik ga morgen naar het strand en ik ga dinsdag naar het strand. En super, super veel zin in. Lekker chillen, want ik heb vrijdag auditie. Dus een beetje ontspannen zo voordat de stress komt.
En ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Maar ja, ik lig nu dus lekker in bed. En ik zat vandaag dus te denken van... Oh my god, nu komt er echt weer een saaie vlog. Maar ja, ik heb ook niet zoveel gefilmd in Tilburg. Maar we hebben zoveel gedaan. En elke keer kon ik niet filmen of vond ik het awkward om te filmen. En vandaag is trouwens ook mijn nieuwe video online gekomen. Mijn AliExpress shoplog. En daaroverheen heb ik inderdaad een filter gedaan over de video. Want ik heb namelijk de app VSCO X. Of nou niet de app, het abonnement van VSCO aangeschaft. En daarmee kan je dus ook filters op je video doen. Maar ik heb dus heel veel gemengde reacties erover gekregen. Dus ja, maar ik denk dat ik er wel wat mee kan. Ik vind het zelf heel erg mooi. Maar ik kan het ook allemaal gewoon iets minder heftig eroverheen gooien. Maar ik hou persoonlijk wel van een filtertje over een video heen. Ik vind dat gewoon een leuke sfeer geven. Maar goed, sommige mensen houden er dus niet van. Maar ja, ik doe wat ik leuk vind. En ik hoop dat jullie dat accepteren. Bij deze sluit ik de vlog af. Och, ik moet naar bed. Oh. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!